De slappe slokdarm zorgt ervoor dat het voedsel blijft hangen en Shimmy haar voedsel blijft oprispen. Het voedsel wordt aangepast door gemalen apenbrok te geven met yoghurt, vitamine en mineralen. En dat werkt goed. Shimmy. Shimmy neemt haar voer mee naar het waterhok waar ze tijdens het eten nipt aan de waterkraan, zodat het voer zwaarder wordt en gemakkelijker door haar keel glijdt. Als dierverzorger probeer je gewoon je best te doen voor de oudere dieren. En met name dus in dit geval voor Shimmy. Die heeft toch dat keelprobleem. En als we dan door middel van eigenlijk een hele eenvoudige aanpassing in het voer kunnen zorgen dat zo'n chimpansee eigenlijk een veel fijnere, oudere dag heeft. Nou, dan is dat het mooiste om te zien natuurlijk.